Karin Hoft is uitvaartondernemster. Karin, hoe ben je tot zoiets gekomen? Goeie vraag. Zoiets doe je niet, zoiets ben je, heb ik altijd het idee. En zoiets kies je ook niet over, goh, laat ik dit nou eens gaan doen, want dit heb ik nog niet op mijn cv staan. Voor mij is het een keuze geweest die ik eigenlijk al diep in mijn hart heel lang geleden heb gemaakt. Toen ik zelf behoorlijk werd geconfronteerd op een hele jonge leeftijd met de dood. In de vorm van het verlies van mijn eerste partner en kort daarna mijn vader en kort daarna een van mijn beste vriendinnen. Dus ik werd eigenlijk rondom mijn 30ste en 5 jaar daarvoor al met de sterfelijkheid van mijn eigen leven. Want daar word je toch mee geconfronteerd iemand in je eerste kring doodgaat, geconfronteerd. En dat heeft wel iets gedaan achteraf in die zin van toen, en dan heb ik het over 25 jaar geleden, was de tendens echt nog, een beetje zoals ik nog wel eens gekscherend zeg, van 3 liedjes rondom een kistje en dat in de oven en de gordijntjes dicht. En toen gingen kisten nog achter gordijnen of ze zakten in de grond. Ja. En ik heb gemerkt dat ik daar niet voldoende had om dat goed te verwerken. Voor je eigen ervaring? Voor mijn eigen verwerking, ja. Ik raakte echt in de problemen als het gaat om niet of een uitgesteld of niet goed verwerkt rouwproces. Ja. Ik heb daar last van gehad. Ik heb daar heel erg veel last van gehad in mijn privébeleving daarvan. En zelfs tot aan het ontwikkelen van een straatfobie. Dus ik heb daar lang over gedaan om daar goed uit te komen. En dat is eigenlijk denk ik wel een deel van mijn motivatie en van mijn bijna passie of gedrevenheid, kun je haast zeggen, om het iets anders te willen doen voor de mensen die daar nu doorheen moeten. Ja. Wat deed je voor de tijd? Verschillend. Ik heb 10 jaar een eigen praktijk gehad als het gaat om begeleiding van mensen in zaken als verlies en uiteindelijk ook rouw. En in die 10 jaar kwam ik heel dicht bij mensen, maar voor mijn gevoel nog net niet dichtbij genoeg om daadwerkelijk die beleving rondom rouw, want daar bleek het dan toch voor mij om te gaan, te veranderen. En dat is exact, als je mij in 1 zin zou moeten laten vertellen van goh, wat is wat je daadwerkelijk zou willen in dit vak, dan is het de belevingen rondom de dood van een ander die jij hebt te verwerken, waar je niet voor gekozen hebt, te veranderen. Ik kan het feit niet veranderen, ik kan de dood aan zich niet makkelijker maken, ik kan wel de belevingen rondom een goed afscheid veranderen. Tenminste, die intentie heb ik. Nu zie je dat laatste jaar ook al iets veranderen natuurlijk. Ja, je ziet die tendens duidelijk veranderen. Ja, ik begon net over 25 jaar geleden was het gordijntje en het zakken van de kist nog. Nu heb je zoiets als publiek doodgaan, waar ik het wel eens over heb. In de zin van, zelfs op tv wordt de laatste snik met ons gedeeld. Dat is totaal tegenovergesteld. Ja. Het is heel publiek en heel toegankelijk geworden. Of dat het is, weet ik ook niet. Maar dat is wel het hele grote verschil. Maar ik heb er van de week nog iets over geroepen. In de zin van, de meeste mensen schrikken ervan. Dus kijken er ook van weg. Omdat de dood toch, misschien voor mij niet meer, maar voor heel veel mensen toch wel een ding is. En terecht, het is ook wel een ding. Het is een van de grootste dingen die je hebt te verwerken als je iemand moet verliezen aan de dood. Dus dat het is ook onomkeerbaar natuurlijk. Het is onomkeerbaar. En dat maakt ook het besef van mijn werk zo. In de zin van, ik kan het maar 1 keer doen voor deze mensen. Deze mensen hebben maar 1 keer de kans. Ja. En eigenlijk mag ik geen fouten maken. Nou, wat ik merk is als ik aan tafel zit, dat mensen over het algemeen op basis van de ervaring die ze hebben, een bepaald beeld hebben. Van, goh, we nemen afscheid in het crematorium. We drinken daar een kopje koffie. En dan gaan we misschien nog naar huis en maken een kopje soep. Ja. En dat is zoals we het eigenlijk altijd doen in dit gezin of deze familie. En zo hebben we het bij moeder gedaan, zo hebben we het bij vader gedaan. Zo doen we het. En soms hoor ik daarin, als je goed luistert, ook iets van, zo doen we het. Maar ik weet niet of we dit nog heel prettig vinden. Want we hebben toch het idee dat we dan gedreven worden door tijd. Of we hebben het idee dat we niet hebben kunnen doen wat we zelf willen. En dat is voor mij meestal de ingang die ik zeg van, als dit jullie keuze is, ga ik dat voor jullie doen. Maar ik hang er nog 3 of 4 alternatieven tegenaan. En als dan de eerste keuze nog steeds de beste is, dan ga ik het doen. Dan moet je dat. Maar heel vaak worden de alternatieven die we tegenwoordig kunnen bieden, gekozen. Simpelweg omdat ze het niet al ervaren hebben dat het ook echt anders kan. En dan heb ik het over de plechtigheid op een andere locatie of veel meer tijd inhuren bij een crematorium om echt zelf de invulling goed te doen. Of
En zelfs naar buiten gaan of naar een natuurbegaafplaats. Of in ieder geval zelf veel meer, zoals we dat noemen, rouwtaken naar je toe trekken. Om wat actiever betrokken te zijn bij het hele afscheid. Ik heb geen podiumangst. Ik vind het mooi om dingen vanuit een soort van helikopterview met elkaar te verbinden. Ja. En ik probeer die invulling zoveel mogelijk authentiek te laten. In die zin, ik probeer zoveel mogelijk eigenheid daarin terug te laten komen. Dus mensen die daadwerkelijk iets kunnen vertellen over de overleden persoon aan het woord te laten. Ja. In plaats van mijn verhaal. Het is niet mijn uitvaart, het is niet mijn verhaal. Nee, precies. Dus die voorkant, die uren die ik bij die familie doorbreng, gebruik ik ook heel vaak om de mensen die in eerste instantie zeggen, oh, ik wil wel wat doen, maar ik vind het toch wel heel eng. Of stel voor dat ik ga huilen. Om hen te helpen om over die angst heen te komen. En in eerste instantie door te zeggen van, nou, het is jouw verhaal. Als je het niet durft, ga ik het voor je doen. Maar let maar op, na 2-3 dagen, dan gaan we dat met elkaar oefenen en dan ga je dat gewoon doen. Ik heb hier toevallig mijn eigen kaart gemaakt om te laten zien van, goh, wat kan er? Ja. He, en dan is het veel meer ook een soort van overzicht van het leven van iemand. Want ik heb mijn eigen dingen natuurlijk in vorm gegeven, de dingen die voor mij belangrijk waren. Zo kan iemand die van zeilen houdt natuurlijk zijn hele zeilpassie terug laten Zie komen. Zie je dat ook steeds meer? Ja. Dat hobby's van mensen die overleden zijn terugkomen in de hele... Ja, nou, je ziet bijvoorbeeld hier is een schilderij wat iemand zelf gemaakt heeft. Er wordt heel vaak een stukje eigen materiaal gebruikt. Zodat ik heb bijvoorbeeld een kaart gemaakt voor een dame waarvan je onmiddellijk weet hoe ze heet als ik je de kaart laat zien. En dat was ook de bedoeling. Van goh, wat staat hier? Ja. Hier staat dat Margriet is overleden. Ja. 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 Nou, dat was een hele bewuste keuze om dat zo te doen. En dat gebeurt vaak. De rand is wit geworden in plaats van zwart. Als je het hebt over tendensen. Ja. Maar dit zijn keuzes ook van kinderen. Van mensen die gaan over. Dit is alweer een generatie jonger. Hè? Dit zijn 30ers, 40ers die deze keuze maken voor hun moeder. Ja, en zit ik met iemand van 80 of 85. Zal het wellicht wat traditioneler zijn. En dat is de kunst. Om het gewoon. Het moet niet mijn kleur worden. Het moet de kleur zijn van de persoon die zich daar goed bij voelt. Welk advies geef je een familie waarvan een familielid is overleden? In eerste instantie neem je tijd. Neem rust. En ga voordat je in hectiek iets gaat bellen, ga nadenken wie je wilt hebben in de begeleiding van de uitvaart die eraan zit te komen. Bedankt voor dit gesprek, Karin. Graag gedaan.